Henk Kuipers, president van de Motorclub. Net hoorde ik motorbende zeggen, is dat hetzelfde? Ja, volgens mij niet. Een band is wat anders dan een club, denk ik. Satudara heet de club. Waar staat dat eigenlijk voor, die tekst? Satudara staat voor één bloed. Eén bloed betekent dat. Jij gaat in debat met mevrouw Hennis Plasgaard, die is Tweede Kamerlid voor de VVD. Zij vindt dat die motorclubs moeten worden opgeheven. En vandaag kondigde minister Opstelten een aantal maatregelen aan die de richting uitgaan die u graag ziet. Waarom vindt u eigenlijk dat die clubs verboden moeten worden? Nou, ik zou niet gelijk het gedrag van individuele leden geheel aan een vereniging willen ophangen, maar alles wijst erop dat de clubstructuur faciliterend is aan de georganiseerde misdaad, maar ook afpersing, bedreiging, intimidatie en ga zo maar door. Ja, meneer Kuipers, dat zijn aardige beschuldigingen. Ja, nogmaals, ze zijn nog niet bevestigd, denk ik, door de rechtbank. Dus wat er gebeurd is en al dat soort dingen. En we van tevoren worden we al bestempeld als georganiseerde misdaad. Dus, ja. Maar bent u zelf een misdadiger eigenlijk? Nee, ik heb nog geen strafblad, niet. Nee? Nee. En zijn er veel mensen bij u in de club die wel een strafblad hebben? Nee. Vindt u eigenlijk dat als ze dat wel zouden hebben, dat ze dan ook nog steeds deel uit kunnen maken van de club? Nou ja, we zijn een afspiegeling natuurlijk, zoals de samenleving ook is. Bij ons gebeuren ook mensen met mensen wat dingen natuurlijk. En mensen die criminele dingen doen, die worden gestraft door justitie, maar dat is niet ons pakje. Maar u zou ze uit de club kunnen stoten als u vindt dat de club de goede naam wordt aangetast op die manier? Zo kunnen, als ze de goede naam aantasten wel, ja. Dat doen is nu toch al behoorlijk aan de hand, nee, maar dat zijn privé dingen, dat is niks met de club te maken. U heeft meegenomen advocaat, meneer Thomas. Hartelijk welkom. We zullen u bij het gesprek betrekken. Dank u. Wanneer de gelegenheid zich voordoet. Maar eerst maar even terug naar u. Wat heeft u. Want u zei, ik ben zelf geen crimineel, ik heb geen strafblad. Wat doet u wel? Ja, ik werk met moeilijk overbare jongeren die weer terug moeten in de maatschappij. Die ben ik aan het rehabiliteren, zeg maar. En die komen speciaal naar u toe om weer een gerenommeerde positie in de maatschappij te krijgen? Ja, ik werk met ex-TBS'ers die uitgeprocedeerd zijn. De mensen die uit ze hebben uit de TBS-kliniek komen die de straf erop hebben zitten en die moeten weer naar de maatschappij doen. En die moeten vaak onder begeleiding. En wat doet u dan met ze? Ja, ik train ze met coaching en dat soort dingen. Ik probeer ze weer op de rit te krijgen. Dat ze weer normale werk kunnen doen. En als we die verhouding zouden moeten zien, is dat 50-50 uw werk? Of plezier met de motorclub en die u in tijd besteedt en het werk wat u met de jongeren doet? Nee, zoveel tijd besteed ik niet aan de motorclub. Ik besteed meer tijd aan mijn werk naartoe. Maar de motorclub is een echte hobby, net zoals een ander zijn hobby heeft. Ja, wat doe je dan eigenlijk met zo'n motorclub? Toch behalve dan een beetje met z'n allen rondtoeren? Ja, twee clubavonden in de week en dan zitten we gezellig aan tafel, net zoals bij een biljartvereniging. Ja? Klinkt heel clichéachtig, maar het is wel zo natuurlijk. Alleen dan zonder biljart, maar met wat dan wel? Nou, ook met een biljart wel, maar gewoon eigenlijk hetzelfde als bij een andere club. Ja. Is toch eigenlijk, als ik het zo hoor, mevrouw, waar bent u dan mee bezig? Ja, waar ben ik mee bezig? Er lopen een fors aantal onderzoeken. Dus geen enkele vereniging in Nederland. Overigens is het natuurlijk nu niet alleen op de Satudara gericht, maar meer in zijn algemeenheid. Maar ook, ook op de Satudara, ja. Ook op de Hells Angels. Ik vind het prima, natuurlijk. Een motorclub, motorliefhebbers, dat koester ik ook. Hè? Iedereen moet lid kunnen worden van een vereniging. Maar er is geen enkele vereniging in Nederland waar zoveel onderzoeken tegenlopen. We hebben het hier heel duidelijk niet over de vereniging van huisvrouwen. En dat betekent dat er daadwerkelijk wel wat aan de hand is. Een onderzoek wordt niet ingesteld als er niets aan de hand is, dan moet er echt wel een relatie zijn tot een strafbaar feit. Voorlopige hechtenis wordt ook niet ingesteld als er niets aan de hand is. Natuurlijk, uiteindelijk spreekt de rechter. Ik ga niet op de stoel van de rechter zitten. Maar het feit dat er zoveel onderzoeken lopen op dit moment is een teken aan de wand. Zoals kijken hoe de clubs van u, of tenminste die de overkoepelende naam dragen, in het nieuws zijn gekomen. En trouwens ook de Hells Angels, die natuurlijk ook zo'n club vormen, de afgelopen periode. 56 leden van de Molukse motorclub Satudara werden gisteravond opgepakt op een terras in Amsterdam-Zuid. Ze waren gewapend met messen en vuurwapens om een langlopende ruzie met de Hells Angels uit te vechten. Volgens horecaondernemers is er sprake van intimidatie en afpersing. Eigenlijk willen ze gewoon portier gaan spelen voor Brabantse horecaondernemers. En daar laten ze zich natuurlijk heel erg dik voor betalen. De politie heeft 3 mannen aangehouden die daarvan worden verdacht de eigenaar van dit café in Arnhem te hebben afgeperst. Alle 3 zijn ze lid van de Hells Angels. De politie viel gisteravond rond 8 uur binnen bij motorclub Satudara aan de Bredaseweg in Zundert. Het onderzoek richt zich op drugs en witwaspraktijken. Er is een raketwerper aangetroffen op een van de locaties. In Amsterdam is op last van burgemeester Van der Laan het clubgebouw van de Hells Angels gesloten. Uit een rapportage van de politie bleek dat in 4 ruimten van het clubgebouw hennepplantages waren. Ja, geen fijn overzicht toch? Geen fijn overzicht, maar die zou je kunnen maken van andere dingen. Nou, niet van de gemiddelde biljartvereniging. Nee, maar wel van de katholieke kerk. Ook zo'n hele overzicht De katholieke maken. Kerk? Ja. Ja, als het gaat over kindermisbruik bedoelt u? Ja.
En ook over zwembaden. Maar dat gebeurt dan ook, meneer Kuipers? Ja, dat doen ze. Maar dat komt allemaal in een doofpotje. Dat kan er nou niet meer uit. Nee, dat komt niet in een doofpotje. Er zijn commissies van het parlement aan de gang te kijken of ze die mensen nog voor de rechten kunnen krijgen. Nu gaat het even om uw club. Ja, nee, maar ik bedoel, dus, je kan overal natuurlijk wat bij vinden. Ik bedoel, AFC Haarlem laatst was een hennepplantage. Ja, je kan ook een reportage maken over voetbalhooligans. Dat gebeurt natuurlijk ook. 41 onderzoeken bij uw club. Nee, niet bij onze club. Door justitie? Bij alle clubs. Ja, bij andere clubs. Ja. Want het zijn allemaal aparte chapters, hè? En iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Bij andere motorclubs, dus niet alleen bij ons. Kijk, mevrouw Plasgaard, er wordt dus gezegd... Ja, hoor eens, je kunt overal wel terecht. Waarom per se bij die motorclub? Hoe bedoel je, sorry? Nou, de meneer zegt van, ja, er gebeurt overal wel wat. Ah, zo, ja, maar ik bedoel, het een sluit het ander niet uit. Het is niet zo dat we het een niet aanpakken en het ander gedogen. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het erom dat iedere crimineel straf verdient. Of ze nu aangesloten zijn bij de katholieke kerk, bij de motorclub of bij de schaakvereniging. Maar u wilt ook niet de katholieke kerk verbieden? Nee, maar waar het hier om gaat, als we teruggaan naar de voetbalvereniging... overigens laat het allemaal zich lastig vergelijken. Hè. We moeten ook oppassen dat we geen appels en peren gaan vergelijken. Maar dan zie ik bijvoorbeeld wel een stadionverbod tegen de hooligan. Maar we hadden het net al heel even over oneervol verwijderen vanuit de club. Dat wordt ook niet gedaan. En als de schone handen dan zo graag getoond worden... en dat zou ik heel graag zien... dan vraag ik me nog steeds af waarom er niet voluit wordt meegewerkt... met politie en justitie om ervoor te zorgen dat de onderste steen boven komt... en dat alle reputaties gezuiverd worden. Dat is er ook niet aan. Ja, we zitten hier aan tafel. Dus, ja, maar het gaat er even om de praktijk. De dader lijkt niet te worden aangesproken op zijn activiteit in het criminele circuit. Het lijkt eerder een soort zwijgplicht. Het wordt een beetje onder het tapijt gemoffeld. Ik snap dat het niet prettig is, maar dat is wel de realiteit. Nogmaals, OM en politie plukken dit niet uit de lucht. Het is ergens op gebaseerd en dat baart zorgen. En helemaal als we kijken naar de clubstructuur die hieraan faciliterend is. Dat moeten we echt een halt toe roepen, want er is een verwevenheid... Wat bedoelt u met faciliterend? Dat het een manier is om met elkaar de boel onder het tapijt te vegen? Nou ja, het faciliteert. Ik bedoel, er wordt een netwerk opgebouwd. Ik zeg het nu heel erg zwart-wit, maar gelukkig leven in de rechtsstaat en is er ook nog vrijheid van meningsuiting. Maar er kan op basis van criminele activiteiten bij wijze van spreken carrière worden gemaakt. Ik zeg niet dat het binnen uw chapter is, maar dat is in andere chapters van andere verenigingen wel degelijk het geval. Maar als het nou bij meneer's chapter nou niet het geval is... De structuur van onze mannenclub. Ja. Dus. Maar als het nou bij meneer's chapter niet het geval is, zou je dan toch zeggen dat die chapter verboden moet worden? Nee, de bewijslast is natuurlijk buitengewoon lastig om dat helemaal rond te krijgen. De Hoge Raad heeft daar voorwaarden aan verbonden. Het is niet zo dat een vereniging zomaar verboden kan worden. Ook ik als liberaal hecht heel veel waarde aan de vrijheid van vereniging. Laat daarover geen misverstand bestaan. Maar als er bewezen kan worden dat de rechtspersoon leidend is geweest, dat bestuursleden leidend zijn geweest, dan vind ik eerlijk gezegd dat alle puzzelstukjes bij elkaar moeten worden gebracht. En dat het een serieus is voor zaak is voor politie en OM. Het goede nieuws is dat de onderzoek uit het verleden functioneerde een beetje als los zand. Nu wordt die informatiecel opgericht bij de Nationale Recherche. Daar wordt veel informatie bij elkaar gebracht. We kunnen dan bepaalde patronen in kaart gaan brengen. En dan heb ik vertrouwen in het OM als het gaat om het voor de rechter brengen van de zaken die ook droog blijft. Meneer Thomas, u bent advocaat, hè? Ja. Begrijpt u wat mevrouw Plasgaard zegt? Ja en nee. Mevrouw begint over het liberale gedachtegoed. Ik wil even herinneren aan het artikel van meneer Waabeke en meneer Nijpels, de ontrafeling van het liberale rechtsstaat. En ik denk dat mevrouw een goed voorbeeld is. Ik denk dat de overheid en zeker ook mevrouw moet communiceren. Dat is ook de reden waarom de club steeds zegt, we geven een reactie op de aantijgingen. Maar mevrouw Plasgaard gaat volgens mij de discussie niet aan. En ik heb bijvoorbeeld in Breda en in Tilburg... Als je nou iets kan zeggen, is dat ze de discussie aangaat. Nee, maar dat is na een half jaar. Ze zit hier eentje tegenover een hele motorclub. Half jaar. Wij zijn in augustus zijn we begonnen in Breda. Want er was sprake van horeca, infiltratie en horeca afpersing. Gezegd, we willen een gesprek. Iedereen houdt de deur dicht. Het is de eerste keer dat wij een politicus of iemand van de overheid te spreken krijgen. Na aanleiding van aantijgingen. Terwijl Satudar, zover ik weet, de laatste jaren... continu op lokaal niveau heeft samengewerkt met de gemeentes... voor clubhuis, voor evenementen. En nu opeens, doormidden gechopt. Maar meneer Thomas, ze zit hier. En ze zegt, de clubs zijn faciliterend voor criminele activiteiten. Dat is haar stelling. Maar dan wil ik graag dat ze met details komt. Want dat heb ik vandaag ook in diverse media gezegd. Er zouden 40 onderzoeken zijn naar Hells Angels, denk ik. En Satudara, laten we die groep maar even nemen. Ik zie die dossiers graag op mijn bureau. Want dan kan je over feiten en omstandigheden praten. Wat mevrouw met alle respect doet... is een heleboel rook opwerpen, stof opwerpen. Ik weet dat ze geloof ik pas geleden Satudara impliciet met de Russische maffia heeft vergeleken. Wie, ik?
Ja, want u zei, ja, zeker wel wat u zei, volgens mij in NRC. Je moet die verenigingen moet je inderdaad hoog houden. Maar dan zou je ook de Russische maffia een Nederlandse vereniging kunnen laten oprichten. Ah, zo. En dan zouden ze hun gang kunnen gaan. Sorry, dan zeg ik, of u weet niet waar u het over heeft. Dat moet ik even corrigeren. Want u heeft niet helemaal correct gelezen. Okay. Wat ik heb gezegd is dat natuurlijk als je gaat tornen aan de vrijheid van vereniging, dat daar heel veel voorwaarden aan verbonden moeten zijn. Mm-hmm. Want natuurlijk valt heel rechtsstatelijk Nederland dan over je heen. Vrijheid van vereniging is een groot goed. Maar dat betekent niet dat iemand mij tot op de dag tot vandaag heeft kunnen uitleggen wat er rechtsstatelijk is, met alle respect, aan afpersing, intimidatie, bedreiging, moord, doodslag, wapendrugs. Maar het rechtsstatelijke wat u als lid van het parlement ook zou moeten doen, is dat u zegt, OM, dat vind ik als belastingbetaler ook, doe je best, je hebt de wet, je hebt de regelgeving, maak een dossier en breng het aan de rechter. Dan krijgt de meneer Henk of wie dan ook, die krijgt het dossier. En dan kunnen we kijken wat er van overblijft. Want maar dat is het al 22 wat, jaar en er blijven heel veel zaken blijven niks over. Dat is toch wat nu de bedoeling is, ook van mevrouw Plasgaard en van meneer Opstelt. En die zeggen, we gaan nou proberen dat bewijs rond te krijgen door allerlei instanties die zich bezighouden met die motorclubs samen te laten werken. Goed in plaats idee. Van langs elkaar heen te laten werken. Maar is het dan niet zo dat als je dat bewijs dan zo graag rond wil maken, dat je nou niet aan de grote klok gaat hangen dat het allemaal zo slecht is bij ons en dat het allemaal zo fout is. Want ik denk, als je een onderzoek doet en je vertelt niks, dan denk ik dat je meer achter de schermen weghaalt dan wat je nou doet. Kijk, als er dan wat zou zijn, zou je nu allemaal stoppen met je activiteiten nu. Want ja, justitie zit bovenop je. Dus ik denk dat er zoveel rook gemaakt wordt, omdat er bijna niks is, dat men nou denkt van, ja, dan worden jongens wel voorzichtig en dan palmen we het wel in. Maar stel nou dat gaat nergens over. Meneer Kuipers, stel nou dat er bijna niks is wat u zegt. Waarom zou mevrouw Plasgaard er dan zo'n drukte over maken? Kijk, die dingen die er gebeurd zijn of waar ze mee schermen. Wat we hebben toch al wat er gebeurd is, intimiderende acties gezien. Ja, dat geloof ik. Maar nogmaals, is niet bewezen dat het echt zo is. Mensen zijn nog niet van de rechter geweest. Nee. Dus daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar waar het om gaat is, als je zulke grote onderzoeken, 40 stuks... Maar u kunt er wel afstand van nemen. U kunt er wel afstand van nemen. En plein publiek, ja, u kunt zeggen... Dat doen we toch ook als iemand criminele activiteit dat doet. Als wij constateren dat er bij onze leden zijn die alle grenzen van het strafrecht hebben overschreden, dan werken wij met politie en justitie mee en zorgen dat de onderste steen boven water komt. Want wij willen graag een zuivere reputatie hebben en meedoen in deze samenleving. Ja. Dat is wat ik dan van u maar verwacht als leider. Maar die activiteit is niet clubgerelateerd. Die activiteit is niet clubgerelateerd. Dus ik bedoel, waar moet ik aan meewerken? Nou ja, maar de hooligan is ook niet clubgerelateerd. Die krijgt wel een stadionverbod. Nee, maar die krijgt een stadionverbod. Nee, maar dat is wel clubgerelateerd. Nee. U verwijdert wel, of de Hells Angels of welke club dan ook, verwijdert wel een lid als er wordt met de regels van de club met de voeten wordt getreden. Hè, dan komt er een oneervolle verwijdering. Maar u bent niet bereid om publiekelijk afstand te nemen van de mensen die alle grenzen van het strafrecht overschrijden. Nogmaals, er is niemand veroordeeld dan hier. Nee, maar u kunt toch een intern reglement hebben? En dan we hebben intern reglement. U kunt toch intern controleren dat is gerelateerd. Of mensen wel of niet in wapens en in drugs handelen? Ja, dat weet ik niet of dat zo is. Sorry? Dat kan ik ook niet bepalen. Niet. In Nederland verdwijnt niet iedereen zomaar in voorlopige hechtenis. Daar is iets aan de hand. Ja, nee, er zijn mensen nog niet eens in hechtenis genomen. Die hebben zoveel fouten gedaan. Dat is nou van ja, dus ik bedoel dus... Zullen we het ook nog even hebben over de strijd tussen de clubs onderling? Want dat is waar de minister ook bang voor is. Bijvoorbeeld dat uw motorclub met de Hells Angels in de slag gaat. En we zagen al op het filmpje dat daar een aanzet toe was gegeven. Nee, er was geen aanzet. We waren toen in Amsterdam hier met een groep jongens op een verjaardagfeest bij een chapter van ons in Amsterdam. Er is helemaal geen aanstoot gegeven om met de Hells Angels of wat dan ook te gaan doen. Dus... Maar waarom neem je zulke wapens mee naar een verjaardagsfeest? Ik weet niet of ze gevonden zijn. Ik heb de rapport ook niet gezien. Dat heeft de politie dat hoorde u net in het verslag. Ik heb eens gezien. Handgranaten. Maar dat bedoel ik nou. Met de raketwerpen was toch niet bij ons bij in de club? Bij huiszoeken worden drugs, wapens enzovoort opgehaald. Dan kunt u daar toch afstand van nemen? Dat heeft u toch niet nodig als u lekker aan het toeren bent op de motor? Wat ik ook graag doe. Neem ik ook maar niet ik, heb geen niet. Ik heb geen wapens nodig. Ik heb geen drugs nodig. Neem daar dan afstand van en laat zien dat u daar geen boodschap aan heeft, dat u daar niet mee geassocieerd wil worden. Dat is wat u niet doet. Waarom kunt u dat niet zeggen? Waarom kunt u niet zeggen als er bij ons wapens gevonden worden, dan is degene die de wapens in eigendom heeft, die gaat eruit. Wapens gevonden op de club. Nee, maar bij u niet, maar bij onze clubhuis zijn geen wapens gevonden en ook niet bij andere clubhuizen. Nee, maar wel bij huiszoekingen bij individuele leden. Ja, maar ook dat was geen Satudara lid wat dat ding gevonden is niet. Nee, maar we hebben het nu niet alleen over de Satudara, we hebben het over veel meer motorclubs. Ik oordeel toch niet over andere clubs, dus hoef je gewoon niet over uw partijgenoten. Nee, maar Het zou zo fijn zijn als u daar afstand van neemt. En als u zegt, ja, daar baal ik ook van, want ik wil daar niet mee geassocieerd worden. Waar nemen wij afstand van? Ja, wij balen er meer van dat er suggestief nog wat verteld wordt in de krant. Suggestief dat, suggestief dat er een raketwerper wordt aangetroffen? Nee, dat wij criminelen zijn. Dat wordt toch gezegd. Ja. En dan mijn dochter morgen naar school gaat, die ziet dan van, is mijn vader nou een crimineel of niet? Doet hij een drugs of niet?
Ja. Dat wordt eigenlijk verteld. Ja. Mevrouw Plasgaard, wat u wilt, dat begrijpen we wel. U wilt eigenlijk dat er wat gaat gebeuren. Maar wat kun je anders dan gewoon wachten tot het Openbaar Ministerie of Justitie met een onderzoek komt en op een gegeven moment zegt, ja, ik heb 1, 2 of 3 mensen te pakken? Nou ja, kijk, in het verleden zijn er processen mislukt. Door vormfouten, door onnozelheden zelfs, ook vanuit politie en justitie. De bewijslast was onvoldoende rond aangifte die niet gedaan werden door intimidatie, afpersing en bedreiging. En ik was heel erg bang dat die processen, die mislukte processen, in de weg zouden staan om een nieuw offensief te beginnen. Het is mede daarom dat ik en mijn collega's dat weer ter sprake hebben gebracht in de Tweede Kamer. Van joh, laat je nou niet afschrikken, maar ga er weer tegenaan. Elke crimineel verdient straf, bij welke vereniging ze ook zitten. En heel duidelijk moet worden in hoeverre die clubstructuur faciliteert. En daar moeten we echt een einde van aanmaken. Wat we echt in Nederland niet kunnen gebruiken, is die steeds verdergaande verwevenheid van onderwereld, bovenwereld. Betrokkenheid wordt geconstateerd bij zonnestudio's, maar ook private beveiligers, bij de horeca. Ja, u kunt er nu een beetje besmuikt om gaan lachen, maar dit is wel waar de onderzoeken om draaien. En dit is waar ik me grote zorgen over maak. Wat zal uw antwoord zijn? Wat zal uw antwoord zijn op deze maatregelen van opstelte, deze houding van de politiek, deze beschuldiging? Wat gaat u daaraan doen? Nou ja, wij zijn bezig natuurlijk met een groep advocaten natuurlijk om stelling te nemen daartegen. Ja. Ik bedoel, je wordt straks voor een kwartje wordt natuurlijk uit je clubhuis gezet natuurlijk. Want daar gaat het eigenlijk om. En dat is wat De bedoeling. Ze gaan eigenlijk zo ver zorgen dat je vanuit je clubhuis straks, moet je wel de kroeg in? Dan moet je wel een kroeg in. Of je moet wel op straat. Dus ze zorgen ervoor dat je ook niet meer normaal kunt bewegen. Dus ja, we zorgen met advocaten en met andere mensen die we, zelfs nog 2 journalisten erbij. Gaan we een werkgroep ook creëren natuurlijk bij ons om stelling te nemen tegen dit soort praktijken. Nee, maar ik hoop van harte dat u in een clubhuis kunt blijven zitten. Maar zorg er dan voor dat u afstand neemt. Zorg ervoor dat u de criminele elementen weert. En zorg ervoor dat er bij huiszoekingen of bij grootschalige acties op straat geen wapens, kogelvrije vesten, handgranaten enzovoort worden aangetroffen. Dan wint u aan geloofwaardigheid en dan zijn er ook geen onderzoeken nodig vanuit OM en politie.